Hotel New York in Rotterdam bestaat precies 25 jaar. In 3 afleveringen staat TV Rijnmond stil bij dit bijzondere hotelrestaurant. Dit is zo'n plateau Friedemer. En hier in de buurt is het eigenlijk nu Hotel New York eigenlijk die wel de lekkerste plateaus heeft. Dus dat is ook een van de redenen waarom we hier naartoe gaan. Om lekker zo, nou, net als vandaag, een beetje slecht weer en dan gewoon lekker zo'n plateautje te eten. Ja, nee, Iedereen heeft een verhaal bij Hotel New York. Of dat nou gaat om de historie, het bijzondere gebouw of de gasten. In 25 jaar tijd is het hotelrestaurant uitgegroeid tot een begrip. Mede dankzij de medewerkers. Ik ben Arie en ik ben één van de 4 hotelportiers van Hotel New York. New York bestaat van het jaar 25 jaar. Alleen het fenomeen hotelportier is pas ontstaan 1 september 2016. We zijn gastheer, we zijn gids, we zijn piccolo, we zijn op zijn tijd technische dienst, we zijn huishoudelijke diensten. Ja, alles wat er op het pad komt maakt het hier magisch dynamisch. En dat is het echt vanaf de allereerste dag geweest. Aal werkt al 24 jaar bij Hotel New York. Ze kwam een jaar na de oplevering in dienst en kent het gebouw als geen ander. In het begin was het echt gewoon eng om naar je werk te gaan. Je liep langs de lege pakhuizen, zaten zwervers in en krakers. En dan spraken we met al de dames af van bij de hoek. En dan lopen we met z'n allen naar het hotel. Het is nu natuurlijk zo'n andere plek geworden. De brug, de metro, de brug naar Katendrecht. En gelukkig is hier water aan de voorkant dat daar niks meer bij komt. Want dat ja, ziet er natuurlijk gewoon fantastisch uit als je hier in zo'n kamer zit en je kijkt naar buiten. Ja. Elke dag is anders in een hotel en zeker in Hotel New York. En als je bijzondere gasten te logeren hebt, levert dat natuurlijk ook bijzondere verhalen op. Nou, we hadden het restaurant schoongemaakt. En toen was er meneer Redmond O'Henley. Ja. Een bekend schrijver van natuurboeken en hij gaat overal naartoe. En die was zijn apenvinger kwijt. Een apenvinger? Een apenvinger, ja. Hij was toen in de binnenlanden van Afrika geweest. En die had hij daarvan een of andere opperhoofd gehad. Achteraf heb ik een verhaaltje gelezen dat het eigenlijk een mensenvinger is. Maar dat hij omhuld was met een velletje van een aap. Dus het werd nog een enger verhaal als dat we al dachten. Ja. Maar de man was echt hartstikke blij dat hij hem terug had. We hebben duizenden brillen gevonden. Echt, als we die allemaal hadden bewaard, hadden we echt een enorme berg gehad. En dan één keer in de zoveel tijd, dan bel ik het leger des heils. Dan komen ze alles halen. Dus, en dat varieert van shampoo tot sokken tot onderbroeken. En ze willen alles hebben, want alles wordt gewassen. En ze kunnen alles gebruiken, dus ja, dat vinden wij fijn. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom in Hotel New York. Arie werkt nog niet zo lang als portier bij Hotel New York, maar hij weet wel dat hij voorlopig nog niet weg wil. Ja, de mensen zijn altijd blij verrast en zijn ook al onder de indruk van het enthousiasme natuurlijk. En tijd ook zelfs nog wel eens een keer een afscheidskus van een dame, dat ze als ze weggaan, dat ze eigenlijk zo blij zijn. En ja, die dank gewoon... Ja, op die manier uiten, dat is, ja, daar sta je zelf ook bij. En heel bijzonder is dat. Tot zover deel 2 van een 3-luik over het 25-jarig jubileum van Hotel New York. Morgen bespreken we de toekomst van het markante gebouw op de Wilhelmina Pier. Ja, toen ik hier 9 jaar geleden begon, kwam ik elke dag iemand tegen die mij vertelde dat vader, moeder, opa hier gewerkt heeft, vertrokken is. Nu is dat nog 1 keer in de week, dus dat is in 10 jaar al heel veel minder geworden. Ja, over 25 jaar horen we dat verhaal niet meer. Dus moeten wij zorgen dat dat verhaal nog steeds verteld blijft.